Ik speel in Schemer Jip. En Jip is de dochter van de hoofdpersoon George. Nou, daar zit een wat pijnlijke vader-dochter relatie. En zij vindt het heel belangrijk dat hij zich laat opnemen om onderzocht te worden op Alzheimer. En dat wil hij niet. Op zich lijkt het natuurlijk wel op normaal, maar het is veel meer nog dan normaal. Extra zelf thuis je zanglijden doen of je tekst juist heel goed repeteren. Wat ook heel veel gebeurt is dat er op de repetities groepjes apart aan het repeteren zijn. Dus aan die scène wordt daar gewerkt. Nou zijn er een paar mensen die daar niet in zitten. Die gaan dan dus weer een andere scène doen. Waardoor je heel efficiënt ook met de repetitietijd omgaat. Ja, ik vind het een heel bijzonder stuk. Het is echt een verhaal wat... Wat wel zelf geschreven is, maar wat ook heel erg veel mensen aanspreekt. Want ook al in de groep zijn er zoveel mensen met hier en daar ook haakjes van... Hey, ja, maar dit herken ik of dat herken ik. En iets wat niet zo heel veel besproken wordt eigenlijk. We hebben het altijd maar, ja, dementie, Alzheimer, het is allemaal heel erg en vervelend. Maar we hebben het er niet per se over en dat doet dit stuk wel. En dat vind ik er heel bijzonder aan, dat echt dat het verhaal daar ook over gaat. En hoe moeilijk het soms is om daarmee om te gaan. Er zijn echt wel zware stukjes in, maar het wordt heel erg afgewisseld met juist heel vrolijke scènes en heel veel humor. Omdat je de thuissituatie van George en de musicalvereniging hebt. En in de musicalvereniging zit juist heel veel humor en lol.